De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Ik heropen de vergadering. Voordat we gaan stemmen, wil ik graag even jullie aandacht. Volgende week nemen we officieel afscheid van de heer Frans van Dijk, plaatsvervangend en waarnemend griffier, rechts van mij. Na 40 jaar voor de Kamer te hebben gewerkt. Maar vandaag is het zijn laatste dag hier in deze plenaire zaal. En zijn laatste algemene politieke beschouwingen. Hij heeft er 38 meegemaakt. Zijn kennis van het staatsrecht, de grondwet en de werkwijze van de Kamer is van enorme betekenis geweest voor de Kamer als instituut. Met zijn vertrek vertrekt ook een deel van het collectief geheugen. En hij heeft altijd gezegd dat hij het eervol vindt om voor de Kamer te werken. En wij vonden het ook altijd eervol om met jou te werken. Heel veel dank daarvoor en we gaan je ontzettend missen. Ik geef je een bloemetje. Dan gaan we nu naar de stemmingen. En voordat we gaan stemmen, geef ik eerst de heer Van der Staaij het woord. Dank u wel, voorzitter. Collega Wilders en ik zitten pas voor de 21ste keer bij de algemene beschouwingen. We hebben wel ook iets meer tijd daarvoor, net als u. En daarom kunnen we motie op stuk nummer 37 nog even aanhouden tot een volgend moment na het verslag van de commissie. Dan is bij deze motie op stuk nummer 37 van de heer Van der Staaij en de heer Wilders aangehouden. Mevrouw Thieme. Voorzitter, ik wil graag nummer 26 aanhouden. Dan is ook een motie op stuk nummer 26 van mevrouw Thieme aangehouden. Dan gaan we. De heer Usturk. Ja, voorzitter, ik zie dat er twee moties zijn aangehouden, dus we hebben alle tijd om motie 38 hoofddruk te doen. Goed, even kijken. Dat is de motie van de heer Kuzu op stuk nummer 28, hoofdelijk. 38, sorry. Ja. Dan gaan we nu stemmen. Stemmingen bij agenda punt 1. Stemmingen, ja, de heer Baudet. Nog een korte opmerking. We hebben zojuist schriftelijke vraag ingediend aan minister-president. Op welk punt hij van mening is veranderd en op grond waarvan. En afhankelijk van zijn antwoorden overwegen we dit standaard te gaan doen als vraag, kamervraag, aan elke staatssecretaris en elke minister na elk plenair en elk commissiedebat. Dank u. Op grond waarvan zij op welke punten van mening zouden zijn veranderd. Dan gaan we stemmen bij agenda punt 1. Stemmingen over moties ingediend bij de algemene politieke beschouwingen. 35.000 nummer 7. Wilders over terugdraaien van de btw-verhoging, verlagen van de huren en bevriezen van de zorgpremie voor 2019. Wie is voor deze motie? SP, DENK, PVV, Forum voor Democratie, verworpen 8. Dijkhoff, CS, over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario's in kaart brengen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, Forum voor Democratie, aangenomen. 9. Klaver, CS, over alternatieve voorstellen. Mevrouw Ouwehand.
Voorzitter, bij de eerste motie ging het meteen al mis. Die motie van de heer Wilders, daar wilden wij voor hebben gestemd. Dan zal deze opmerking in de handelingen worden opgenomen. Motie op stuk nummer 9. Klaver CS over alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, SGP, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 10. Klaver CS over ongedaan maken van de verlaging van de vermindering energiebelasting. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, SGP, Forum voor Democratie, verworpen. 11. Klaver CS over nakomen van de wettelijke geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. 12. Klaver Dijkhoff over inventariseren van de aard en omvang van transacties na misdrijven van financiële instellingen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 13. Van Haarsma Buma CS over een gezamenlijke aanpak van regionale partijen in zaken de bouwopgave. SP, Partij van de Arbeid, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, aangenomen. 14. Van Haarsma Buma CS over een duidelijke plaats voor infrastructuur en kennis van de SW-sector. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is met de algemene stemmen aangenomen. 15. Van Haarsma Buma Pechtold over halfjaarlijks rapporteren van de stand van zaken van het door de EU af te spreken klimaatdoel voor 2030. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, Forum voor Democratie, aangenomen. 16. Marijnissen CS over een plan van aanpak voor een nieuwe sociale werkvoorziening. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 17. Pechtold CS over compenseren van tegenvallende reclameinkomsten voor 2019 van de NPO. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, aangenomen. 18. Pechtold CS over uitbrengen van belangrijke documenten in begrijpelijke taal. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. 19. Asscher CS over voorstellen voor het gelijktrekken van de lonen in het basisonderwijs met de lonen in het voortgezet onderwijs. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, PVV, verworpen. 20. Asscher CS over investeringen in betaalbare huurhuizen en krimpgebieden op peil houden. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Met algemene stemmen is deze motie aangenomen. 21. Asscher CS over heroverwegen van de bezuiniging op de huurtoeslag. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 22. Asscher over schrappen van de bezuiniging van 250 miljoen op arbeidsongeschikten. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, PVV, verworpen. 23. Asscher CS over afzien van de korting op leerbanen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 24. Zeger CS over een uitwerking van de Right to Challenge-regeling naar de Kamer sturen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. 25. Zeger CS over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. 27. Tieme Klaver over verhogen van de BTW op vlees en zuivel en verlagen op groente en fruit. GroenLinks, Partij voor de Dieren, verworpen. 28. Tieme CS over het volledig budget voor de warme sanering besteden aan daadwerkelijk saneren van de varkenshouderij. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+,
WVV verworpen. 29. Krol, CS over extra middelen vrijmaken voor de Belastingdienst. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren. Denk 50PLUS, verworpen. 31. Krol over integraal handhaven van het eigendomsrecht van bestaande pensioenaanspraken van werkenden en gepensioneerden. SP, Denk 50PLUS, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 32. Krol, CS over een inhaalslag voor de koopkracht van gepensioneerden. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50PLUS, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 33. Krol, CS over oormerken van decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten en een duidelijk raamwerk. SP, Partij voor de Dieren, Denk 50PLUS, PVV, verworpen. 34. Krol over breder interpreteren van de bestaande mogelijkheden voor het uitreiken van een eremedaille. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. De heer Krol. Dank u, mevrouw de voorzitter. Heel andere stemming dan de vorige keer. Daarom zou ik graag een brief van de regering om te horen hoe ze dit gaan uitvoeren. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 35. Krol over integraal omzetten van de tegenbegroting 2019 van 50PLUS in beleid. SP 50PLUS, verworpen. 36. Van der Staaij van Haarsma Buma over vrijstelling van assurantiebelasting voor de brede weersverzekering. SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, aangenomen. 38. Dan gaan we hoofdelijk stemmen over een motie op stuk nummer 38. Kuzu over zich uitspreken voor de inclusieve multiculturele samenleving. En we beginnen bij nummer 103. Van Oosten, Ouwehand, Özdil, Özturk, Özutok, Paternotte, Pechtold, Peters, Bloemen, Van Raak, Van Raan, Raamakers, Renkema, Roch, Ronnes, Van Rooyen, De Roon, Arno Rutte, Sazias, Segers, Sinot, Sjoerdsma, Slootweg, Smulders, Sneller, Snels, Van der Staaij, Stoffer, Tellegen, Tiemen, Tielen, Van Torenburg, Veldman, Verhoeven, Voor de Wind, Aukje de Vries, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wilders, Wursdurfer, Van het Woud, Jezielgus Segerius, Zinks, Van Aalst, Aartsen, Agema, Alkaya, Amhaus, Ariep, Asscher, Azarkan, Asmani, Baudet, Becker, Beckerman, Beertema, Belhaai, Van den Berg, Bergkamp, Bisschop, Den Boer, Van den Bos, Martin Bosma, Bosman, Bouali, Van Brenk, Bromet, Bruins,
Bruins, Slot, Buitenweg, Van Dam, Diertens, Tony van Dijk, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkhof, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dick Faber, Dix, Van Eys, El Yassini, Ellemeet, Fritsma, Futselaar, Geluk Poortvliet, Van Gent, Van Gerven, Geurts, De Graaf, Van der Graaf, Graus, De Groot, Groothuizen, Van Haarsma Buma, Van Haga, Rutmer Herema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hermans, Hiddema, Heijink, Van den Hul, Jetten, De Jong, Karabulut, Van Kent, Kerstens, Klaver, Koerhuis, Koopmans, Van Kooten Arissen, Kops, Kreuger, Krol, Kuik, Kuiken, Kuzu, Quint, Laangezelschap, Lassien, De Lange, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Lodders, Matlener, Meijer, Marijnissen, Marcus Sauer, Von Martels, Van Menen, Middendorp, Van der Molen, Moorlach, Agnes Mulder, Anne Mulder, Edgar Mulder, Nijboer, Nijkerke de Haan, Van Nispe, Van Ooyik. Voor de motie hebben 68 leden gestemd, daartegen 79. De motie is verworpen. Dan gaan we naar 39, Baudet Hiddema, over een integrale herziening. De heer Kuzu. Ja, de heer Kuzu. Voorzitter, nu de motie is verworpen, wil ik nog zeggen dat er nog heel veel werk aan de winkel is in dit land. 39, Baudet Hiddema, over een integrale herziening van het immigratiebeleid naar Australische voorbeeld. Wie is voor deze motie? 50 plus... Forum voor Democratie verworpen. 40. Baudet Hiddema over afschaffing van de erf- en schenkbelasting in plaats van de dividendbelasting. Wie is voor deze motie? Forum voor Democratie verworpen. 41. Baudet Hiddema over staken van de plannen voor energietransitie en afbouw van gasverbruik. Wie is voor deze motie? PVV, Forum voor Democratie verworpen. 42. Baudet Hiddema over MKB'ers en ZZP'ers niet op laten draaien voor de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting. Forum voor Democratie verworpen. 43. Baudet over helderheid van de minister-president over zijn persoonlijke carrièreambities. Forum voor Democratie verworpen. Dan gaan we naar stemmingen bij agenda punt 2 over moties ingediend bij het VAO-AVVN. 2650, nummer 172. Karabulut CS over uitvoering van de aanbevelingen in het rapport over Jemen. Wie is voor deze motie? SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, D66, ChristenUnie, verworpen. 173. De Roon over terzijde schuiven van alle oproepen om meer bij te dragen aan VN-organisatie UNRWA. Wie is voor deze motie? SGP, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. 174. Sjoerdsma over hervorming van VN-organisaties en mitigatie van hun acute financiële problemen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, CDA, aangenomen. 175. Bloemen, CS, over het rapport van de Fact-Finding Mission aan de orde stellen in de VN-veiligheidsraad.
SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie aangenomen. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen over de algemene politieke beschouwingen. Ik dank de Kamerleden, de mensen die dit debat hebben gevolgd, alle medewerkers van de Kamer en kabinet en de premier. En ik sluit de vergadering.